Het is Pasen. En bij Pasen denk je aan een paar verschillende dingen. De wederopstanding van Jezus Christus, paashazen, eieren zoeken, maar ook chocolade. En wij mogen vandaag bij Mouzet in Arnhem kijken hoe zij hun toonbank zo mooi aangekleed krijgen. Wat maakt een goed paasproduct? Ja, onze chocola natuurlijk. Hè. Wij hebben van oudsher een hele lekkere chocola. Onze chocola, de melkchocola, die is heel romig van smaak. Ja, en daar zijn de Arnhemmers en de omgeving. We gaan steeds verder, hoor. Heel erg gek op. Hoe lang van tevoren beginnen jullie met het maken van alle paasproducten? Ja, 6 weken voor die tijd zorgen we dat de hele paasproductie het eerste gedeelte in de winkel staat. En daarvoor hebben we 4 weken nodig. Dus alles bij elkaar 10 weken. Hoeveel chocolade wordt er verkocht met Pasen in vergelijking tot andere feestdagen? Dan komt Pasen op de laatste plaats. Het is eerst Sinterklaas, dan is het Kerst en dan is het Pasen. Dus eigenlijk is Pasen helemaal niet zo'n dag waar heel veel chocolade... Ja, er wordt wel veel gegeten, maar qua omzet blijft hij wel achter bij de andere 2 seizoenen. Maar ja, is ook een beetje logisch. Het weer wordt wat warmer. En het is een hele andere tijd dan in de koude tijd. In de koude tijd wordt er ook veel meer chocola gegeten. Paashaas is klaar. Gaan wij hem nu meenemen naar de winkel. Paashaas voor u. Oh, dankjewel. Ik hoop dat die snel verkocht gaat worden. Ja, nou dat denk ik zeker. Ja. Mooi zo. Heel graag. Hartstikke bedankt. Fijn. Ja.